In 2050, our way of dealing with energy will have changed fundamentally. Many energy users will have turned into energy producers. Full uses made of sun, wind, heat and biomass to create green energy. Either for home use or to be sold to others. The energy market has been transformed into a network connecting each and everyone. By 2050, a new economy will have emerged, with today's carbonized central energy supply replaced by a more decentralized system based on sustainable energy sources. But before we are ready to deploy tomorrow's energy, we still have a long and challenging road ahead. First, we need to find ways to generate sustainable energy sources in an efficient and cost-effective manner, to change relevant legislation, but also to build business cases for new products and services. Top Sector Energy regards stimulating energy innovation as being vital to the process of making the Dutch energy management more sustainable to lay the groundwork for this new economy. We willen allemaal een betaalbaar en een betrouwbaar energiesysteem behouden en dan liefst ook nog eentje die duurzaam wordt. En we hebben ook met z'n allen een aantal doelstellingen afgesproken voor Nederland in 2020. Als we dat waar willen maken, dan hebben we niet veel tijd. Topsector Energie levert de bouwstenen aan om dat nieuwe energiesysteem in te richten. De urgentie ligt op het zo snel mogelijk afmaken en goed afmaken van die bouwstenen, zodat we op tijd onze doelstellingen kunnen halen. Within Topsector Energy, each of 7 top knowledge and innovation consortiums worked out a theme. Biobased economy, industry energy saving, gas, smart grids, solar energy, wind at sea, and built environment energy saving. Each TKI manages its own innovation program. To find out how this works in practice, we'll visit projects developed by 2 different TKIs. The built environment accounts for some 40% of total Dutch energy consumption. Innovations in this sector can potentially generate high energy savings, considerable work opportunities and substantial economic gains. TKI Built Environment Energy Saving is a project aimed at new products for generating, storing and using energy sparingly. Improved home insulation means that the quality of the indoor air depends on the behavior of the residents and the qualities of the ventilation system. The Monicare project researches the effectiveness of ventilation systems in over 60 homes throughout the Netherlands. Doelstelling van Monicare is dat we aan de hand van monitoring in kaart brengen wat nu eigenlijk de prestaties zijn van de meest verkochte ventilatiesystemen op gebied van luchtkwaliteit en energieverbruik. Dat doen we in woningen met allemaal hun eigen gezinssamenstelling en bewonersgedrag. De sensoren meten de ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid en de CO2-concentratie. En die wordt gemeten in alle vertrekken van de betreffende woning. De data die we daarmee verzamelen, die worden geanalyseerd en samengevat en vervolgens teruggekoppeld naar de 5 deelnemende ventilatiefabrikanten. Als fabrikant levert Zeender de ventilatiesystemen voor 6 van de testwoningen. Maar uiteraard bouwen wij hier zelf ook aan kennis. We ontwikkelen onze producten en we testen ze in het lab. Een onderzoek op deze schaal is uniek te noemen, omdat er in zoveel bestaande woningen op eenzelfde manier de ventilatiesystemen in kaart gebracht worden. Uiteindelijk willen we een ventilatiesysteem dat zorgt voor een goede luchtkwaliteit in elke ruimte van het gebouw, ongeacht het bewonersgedrag en met een zo laag mogelijke energieverbruik. Naast een algemene rapportage ontvangen de producenten ook een gedetailleerde analyse van hun specifieke systeem. En hiermee kunnen ze vervolgens aan de slag om hun systeem verder te optimaliseren. Dat er concurrerende bedrijven aan de test meedoen, dat is van ondergeschikt belang. Het gaat om het bovenliggende doel en dat is de ventilatiesystemen over de hele linie verder optimaliseren. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Er is hier ook veel energie te besparen. Als we uitgaan van perfecte ventilatiesystemen en kierdichte woningen, dan zou er 40% bespaard kunnen worden op het energieverbruik voor ruimteverwarming. Voor het totale energieverbruik van Nederland zou dat een besparing betekenen van 12%.
We hebben nu 7 TKI's. Die hebben allemaal een aantal programmalijnen. Die programmalijnen moeten allemaal ergens naartoe. Die moeten allemaal iets gaan opleveren. En wat ik wil doen met het huidige team is die programmalijnen vertalen in concrete projecten die herkenbaar zijn voor de maatschappij. Herkenbaar voor de eindgebruiker, zodat men weet wat men eraan heeft en hoe die nieuwe energie-economie er uiteindelijk gaat uitzien. We hebben een programma opgericht, STEM, Samenwerking, Topsector en Maatschappij, waarin we een aantal thema's onderzoeken om er zeker van te zijn dat de dingen die wij bedenken ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, omdat de maatschappij ze steunt. Voorbeelden daarvan zijn windparken in zee, hoe ver staan ze ver genoeg van de kust, grote aantallen zonnepanelen op daken, wanneer is het mooi, wanneer is het lelijk, biovergisters, wanneer heb je last van de reuken, wanneer niet. Dat soort dingen willen we goed onderzoeken voordat we ook daadwerkelijk ermee aan de slag gaan. De energievraagstukken waar wij mee worstelen in Nederland zijn niet uniek. En de slimme oplossingen die wij daarvoor bedenken binnen ons topsectorenbeleid kunnen ook heel goed gebruikt worden in de buitenlanden. En er is dus een enorme kans voor Nederlandse bedrijven om hier in binnen- en buitenland geld mee te verdienen. In the field of solar energy, the Netherlands hold a strong knowledge and technology position. The TKI Solar Energy aims to accelerate the development and application of solar energy even more, capitalizing on its added value to boost the Dutch economy. Projects focus on developing efficient, low-price and sustainable solar panels, on equipment and on the materials needed to produce them. In Eindhoven, SIAC Knowledge Institute is exploring a variety of smart electronic solutions for solar-powered systems. De standaard elektronica voor zonnepanelen is ontworpen voor ideale systemen, zoals in het vrije veld. Maar in de praktijk, in de gebouwde omgeving, zoals ook in Nederland, hebben we slimmere oplossingen nodig. De panelen die we hier testen zijn identiek, maar de elektronica daarachter komt van verschillende Nederlandse bedrijven, Heliox, Femtogrid en Mastervolt, die speciaal voor dit project bij elkaar gebracht zijn. Dat zijn bedrijven die in een ander licht bekeken wellicht concurrenten zijn, maar in dit project de meerwaarde van die samenwerking zien. Het slechtst renderende paneel is bepalend voor de totale opbrengst van een zonne-energieinstallatie. Dat noemen wij de theorie van de zwakste schakel. Stel je voor, je hebt schaduw op één paneel, dat heeft direct impact op de totale opbrengst. Femtogrid levert slimme elektronica voor achter een zonnepaneel. Hiermee garanderen wij onder iedere denkbare omstandigheid de meest optimale opbrengst. Dit project is in opzet en uitvoering, kan ik wel zeggen, uniek in de wereld. We brengen daarnaast ook de financiële parameters in kaart. En ik ben ervan overtuigd dat internationaal gezien dit project leidt tot een betere positionering van de deelnemende partners. Alleen krijgen ze zo'n project nooit van de grond. Alle partners zitten er met dezelfde passie en gedrevenheid in. En de synergie die dan ontstaat, maakt het de moeite van de investering meer dan waard. Innovatie gaat meestal over opwekking, het aanbod. Het is ook heel belangrijk dat we innovatief omgaan met de vraag. Hoe verbruiken wij energie? Energiebesparing is een heel belangrijk thema binnen topsector energie. Naast technologie hebben we ook nieuwe kennis nodig en nieuwe competenties. De Human Capital Agenda zorgt ervoor dat die nieuwe competenties beschikbaar worden. En dat doen we onder andere door een aantal programma's die wij in samenwerking met universiteiten en hogescholen hebben opgezet. En die moeten ervoor zorgen dat we binnen 5 tot 10 jaar de juiste mensen op de arbeidsmarkt hebben. By 2050, we'll have developed whole new ways of dealing with products, minerals and energy. Top Sector Energy is committed to clean and efficiently generated energy. The government, scientific institutions and the industry are working together to secure a leading position in this new economy.